Goedemorgen, het is vandaag zondag 18 februari en ik ga vandaag weer voor jullie de hele dag vloggen. Ik ben namelijk in Londen samen met mijn moeder en we hebben ons helemaal klaargemaakt. Het is nu, hoe laat is het? 10:30? Nee jong. Het is 9:45 of zo. Ik heb geen idee. Maar wij gaan zo meteen eerst even wat eten. En daarna gaan we naar de Tower en naar de Big Ben en zo. En ik zou het super leuk vinden als je alvast een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En als je de vorige video nog niet hebt gezien, dan kan je hier even op het i'tje drukken. Oké, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ja, hier zit allemaal tandpasta. Maar ik heb dit shirtje aan van de Pull & Bear. En ik heb zo'n broekje aan. Ik weet niet echt of je het goed kan zien. Maar zo'n broekje en deze weet ik echt niet meer waar die van is. En ik wil vandaag echt super veel foto's maken. Ik had gisteren een nieuwe lipstift gekocht van MAC. Maar ze zitten nu helemaal in zo'n andere verpakking. Want meestal zijn deze helemaal zwart. En de top is nu de kleur van de lipstick. Kijk, echt heel mooi. Zo, ik weet niet of je het goed ziet. Hij stelt namelijk niet scherp. Maar moet je kijken hoe mooi die is. Kijk. Mooi. Mooi, hè? Oké, we hebben net lekker gegeten, croissantje en wat jus d'orange. En we gaan nu, want het is namelijk nog best wel vroeg, maar we vinden het ook leuk om heel veel te kunnen doen. Dus we gaan nu eerst een metrokaartje kopen voor vandaag. En dan gaan we naar Shoreditch, of hoe heet dat? Volgens mij heet het zo. En daar is heel veel street art en dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Dus dan ga ik daar eerst heen, dan gaan we daar foto's maken. Dan gaan we naar Tower of London, Big Ben, gewoon daar zo heen. En voor de rest, wat ging ik daarna nou doen, dat weet ik niet meer. Dat iemand keek me zo erg aan. En dan vanavond willen we misschien ook bij dat Shoreditch gaan eten. Want het blijkt heel erg leuk te zijn. En ik zal nog even de buitenkant van ons hotel filmen. Dit is het hotel waar we zitten. Deze met die vlaggen. Deze. Clip Carter's Hotel. En naast zit een heel hoog gebouw. En hier tegenover, daar gingen we eten. Kijk. Just take it in one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really, I don't mind, 'cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah. No longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say. Whatever they want, what's left to say. Okay, we zijn nu in Shoreditch. En we hebben net over de markt gelopen. Maar ja, het was wel leuk, maar best wel een beetje druk. En we zaten een beetje naar street art dingen en zo te bekijken, want dat vind ik echt heel erg leuk. Alleen, het is niet één plek vol met street art, het zijn allemaal verschillende plekken. En dat is wel zo irritant, want dan moet je de hele tijd gaan zoeken. Maar we gaan dus nu echt naar de Tower en dan naar de Big Ben en zo. En ik heb nu alweer honger. Hartstikke nep. Ja, ik dacht misschien zag je dat het echt was. Oké, we hebben net wat gedronken. En een muffin gegeten. Wow, kijk, er loopt hier water. Oh, wat een piep. Oh, je zou erin staan. Ja, we gaan nu lopen naar de Tower. Oké, we staan nu bij de Tower Ronde. Hier zo. En mijn moeder is even aan het bellen. Maar ik wil heel graag een foto hier, maar hij is eigenlijk net iets te ver weg. En het licht is niet zo mooi. Gisteren hadden we super mooi weer. Toen was het echt alleen maar licht. Maar nu echt helemaal niet meer. Thank you.
Oh, ik heb echt spijt dat ik deze, dat ik een panty aan heb gedaan. 10 graden. Het is hartstikke koud. Oké, we gaan nu naar de Big Ben. Want we zijn net naar de Tower geweest en daar hebben we wat foto's gemaakt. En daarna wil mijn moeder heel graag naar dat Chinese nieuwjaar kijken. Want er is een optocht of zo. En dat wil ze heel graag zien. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Alleen we weten het programma niet. We weten alleen dat er vandaag iets is. Maar we weten dus niet precies wat. Vind je dit serieus mooi? Dit vind ik echt niet mooi. Waarom maak je dan een foto van? Bewijs. Oké. En ik wil eigenlijk even iets anders aandoen. En ik wil ook nog heel graag shoppen. Want ik heb nog gewoon nul kleding gekocht. Maar ja, en ik moet... Oh ja, wat zo leuk is, want ik heb dus... Ik ben nu voor de derde keer in Londen. Want ik ben één keer ben ik samen met mijn moeder geweest. Wanneer was dat? 10 jaar geleden? Nee, 10 jaar. Toen ik naar de eerste ging of zo. Ja, 12 of 13. En ik ben ook één keer met school geweest. En toen gingen we al die musea doen en zo. En dat is 3 jaar geleden of zo. Ik weet niet eens meer. Maar we gaan nu naar de Big Ben lopen. Oké, we zijn even op de hotelkamer. Want ik had het weer een beetje onderschat. Want ik had een panty aan, maar het is eigenlijk gewoon veel te koud. Dus ik heb nu gewoon even mijn flared broek aangedaan. Van de Sting. En dan gaan we nu naar dat kijken naar dat Chinese nieuwjaar. Kijken wat er nu is. En daarna gaan we even shoppen. We lopen nu over Regent Street. Bij Piccadilly Circus zijn we net geweest. Maar we zijn aan het kijken voor kleding. Maar ik heb nog nooit gehad dat ik zo weinig leuke dingen heb gevonden. Ik heb al echt in zoveel winkels gekeken. En er is echt heel weinig. Maar ik wil heel graag naar de Victoria's Secret. Maar ja, dat is waarschijnlijk ook heel duur. Ik hoop toch heel even dat hij hier zat. Maar volgens mij was dat echt ergens in zo'n zijstraatje. Wat ik me kon herinneren. Gaan we lopen? Zo, ik lijk echt op een jongen als ik mijn haar zo los heb. Nee, niet los heb. Maar, we gingen net ergens zitten. Toen wilden we wijn bestellen. En je kon alleen wijn bestellen als je ook wat ging eten. En we wilden alleen wat drinken. Top restaurant ben je dan. Maar we gingen een stukje lopen. En ik wilde vanmiddag heel graag de London Eye zien. Maar nu is opeens de London Eye hier. En hij is rood verlicht. Wacht, ik wil het even laten zien. Zo. Of is hij altijd rood verlicht? Geen idee. Ja. Nee, maar ik dacht altijd dat hij dan blauw verlicht was. En nu gaan we over een brug heen. En dan gaan we eerst even wat drinken. En dan gaan we daarna gaan we eten. Alleen, alles zit heel erg vol. En we weten echt nog niet waar we gaan eten. En ik ben heel erg moe en ik heb heel erg pijn in mijn voeten. Maar we zitten gewoon bij hetzelfde restaurant als vanmiddag. Alleen is dit een ander, maar van hetzelfde keten. Ja, keten, noem je dat. En ik heb een cola. Welke pizza ga jij nemen dan? Vegetarian. Oké. Ze hebben hier op tafel tulpen staan. Oh, je ziet gewoon aan me dat ik echt moe ben.
Maar ik lijk ook wel erg. Volgens mij is mijn hoofd nog witter dan dit witte hier. De camera lijkt iets wel witter. Zou ik even iets veranderen? Nee, dat kan ik niet veranderen. En vanavond gaan we nog kijken naar dat Chinese jaar. Om 12 uur, hè? Ja. Houden we dat vol? Als we het vol houden, dan. Als we het vol houden, dan. En dan gaan we dan nog in. Eerst lekker eten, toch? Ziet hij er goed uit? Mm-hmm. Oké, we hebben net al gegeten. We gaan wat drinken. En mama had net rode wijn, toch? Ja. En ik neem thee. Ik wil altijd gezond blijven en thee drinken. Maar ik weet nog niet of het goed is. Een klein beetje erin. Nou, lekker suiker erin, goed drinken. Ik wil ook echt zo, do you want milk of zo? Wow. Typical English. Ja, dat was het. Bijna dood gewoon, doodervaring. Oké, we gingen net eens met de metro. Alleen het ging een klein beetje fout, want we zaten in de verkeerde. Dus ik dacht, ik ren er nog even uit. Maar precies toen ik eruit ging rennen, ging die piep zo af. Waar gaan we heen? Weet ik. Nou, dat is niet goed hoor. Hoezo niet? Er stond Norton-lijn of zo. En toen wilde mama er ook nog uitrennen, want anders stond ze daar. Toen ging dat ding dicht. Gaat er gewoon bijna tussen. Maar als hij dicht gaat, dan gaat hij gewoon dicht. Hij gaat niet op je wachten of zo. Gewoon met gevaar voor haar. Dus mama deed echt zo. Laat ik op de grond. Dat deed je. Je deed echt jouw hoofd zo in je kick pakken. En wel echt een super klein. Uitgangetje. Oh, wat erg. Volgens mij loop ik echt helemaal verkeerd. Ik ben nog nooit geweest ook hier. Amazing. Lijk ik echt op een jongen. Oké, we zijn in de hotelkamer. En we zijn heel, heel, heel moe. Heel, 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 hè, mam? En ik zal nog even laten zien. Ik had vandaag nog een trui gekocht bij de Sting. Het is gewoon een trui met capuchon en hij is deze kleur. Ik doe hem denk ik morgen aan, dus ik heb geen zin om hem nu te laten zien. Maar we gaan even kijken wat we morgen nog willen doen, want morgenavond gaan we weg. En daarna gaan we lekker slapen, want we zijn heel erg moe en we willen morgen wel een beetje op tijd opstaan. Toch, mam? Zeker. Oké, wij gaan lekker slapen. Ik zou het super leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even de andere video kijken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doei doei!